Vanavond in Mint Late Night, een man die geboren werd in zijn vaders bakkerij bij de bevrijding van België op 23 maart 1945. Ik heb het over Jackie de Wale, beter bekend als Zaki. Een bijzonder vieren Gentenaar, hij is net 70 geworden. Als je zijn beroep moet invullen, is het een meerkeuze: DJ, cafébaas, acteur, journalist en schrijver. Zijn naam is en blijft onlosmakelijk verbonden met die van zijn boezemvriend Mike Verdreng. Met de Mike en Zaki show toerden ze in de jaren 60 en 70 heel Vlaanderen door. Hij was de eerste echte radio DJ van België samen met Mike. Een van de enige deftige muziekstations toen was Radio Luxemburg. Te beluisteren op de Middengolf op 208 voor de mensen die zich dat nog kunnen herinneren. En dat was meteen ook de roepnaam van het station. Zelfs van Merson heeft daarover nog gezongen. Later kwam hij op de VRT terecht, de toenmalige BRT, en maakte er vooral jeugdprogramma's. Zaki heeft bij VTM programma's gemaakt en gepresenteerd. Cijfers en letters, vier slag, lingo om haar enkele te noemen. Hij heeft bijzonder veel waters doorzommen. En vandaag ziet hij hier een voorbeeld van waardig actief ouder worden. Zaki, welkom in de uh, <tie> Night. Je zat zo de hele tijd te knikken van ja. Passeerde je leven even bij die... Bij die ja, ik ben, er, ik ben er zo niet mee bezig. En als ik dat dan hoor, denk je van, tja, ik heb toch wel iets gedaan in mijn leven. Ja. Zo. Ja. 70, 70 jaar ben je ja. geworden. Ja. Uh, reflectie, denk je dan ook terug aan het verleden, behalve dan nu op dit moment? Maar eerlijk, voor mij, al die nummers hebben geen, geen belang. Ik heb zo mensen gekend die, oh, ik word 50. En ik denk van, ja, en daarna word je 51 en dat blijft zomaar door. Ja. Totdat je 70 bent. En ik neem aan dat ik nu nog 80 zal worden. Ja. Ik zorg goed voor mezelf, dus ja. dat zal wel zo zijn. Heb je zo geen archief oh. thuis? Een kamer waarin je ja. zegt van ik heb die audio-opnames, nee, nee, het beeld van vroeger. Je... Nee, nee. Heel veel mensen hebben dat. Nee, nee, ik heb niks meer. En, en dikwijls zo de, de boekjes, als ze dan niet schrijven over, zeggen heb je geen foto's van vroeger? Ja. Ik heb ene ja. van mijn plechten familie <laughs> en al de rest. Ik heb niks bijgehouden. Ik heb geen plakboek. Ik heb dat allemaal niet. Ben je dan vandaag ik... met, met de nieuwe technieken bezig? Dat je zegt van kijk, ik heb wel dat foto's nu en dat hou ik wel bij? Of ook oh niet. nee, nee, nee. Ik, ik heb geen goesting om het verleden te bewaren. Ik ben geïnteresseerd in de toekomst, niet ja. in wat er met mij ooit gebeurt. Okay. Nou. Um, je bent 48 jaar getrouwd. En waarom ja. haal ik dat aan? Omdat dat al een prestatie is in onze samenleving tegenwoordig. In de wereld van <laughs> muziek, artiesten, radio <laughs> en televisie. En nog altijd ben je eerste lief. Nee, 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 mijn eerste lief niet, dat heb ik niet gezegd. Ah, oké, okay, maar dat heb nou, ik, dat ik ergens ik... gelezen. Hè? Nee, 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 dat heb ik niet gezegd. Nee, 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 nee. Uh, nee, nee, we waren alle twee, alle, uh, uh, ja moet ik het zeggen, op, op de wereld geweest. En we mm hadden -hmm. wat, wat meegemaakt en toen hebben we elkaar gevonden. Maar we waren jong, ik bedoel, ik was 17 toen ik Frida uh, heb leren kennen. Dus, maar we zijn dus uh, lang bij elkaar nu. En uh, veel mensen zeggen dan: ja, je hebt daaraan gewerkt. zeker? Ja, en, hondstrouw? Denk, hondstrouw? Uh, ben je een hondstrouw iemand? Oh, dat is allemaal niet te veel overdrijven. <laughs> Maar veel mensen zeggen, oh, ik heb daar aan gewerkt en, en dat je zo lang ja. kunt samenblijven. En dat is wel waar, je moet er een beetje aan werken. Maar ik denk dat je heel veel geluk moet hebben. Uh, als je kijkt, Vrijdag uh, en ik, wie wij nu zijn, mm -hmm. en wie wij waren toen we elkaar leren kennen, we waren twee andere mensen. Ja. Dat is echt, je verandert echt in je Je bent samen geëvolueerd. Is dat niet het probleem wel, van heel veel koppels, denk ik? We zijn elkaar zijn beste vriend gebleven. Ja. En we hebben een aantal interesses samen, namelijk de muziek bijvoorbeeld. Ja. Dat is toch zoiets. Dat Film. Film. Ja. Film is ook zoiets. En die dingen houden ons bij elkaar en, en blijven het mogelijk maken. Om samen gelukkig oud te worden. Okay. En dat is fantastisch, dat is heel goed. Je zei het daarnet, ik had het ook al opgeschreven. Heb jij veel geluk gehad in je leven? Ja. ja. Ik heb, alleen Jurgen, ik heb een prinsenleven gehad. Hè. Ja. Ik was nog aan het studeren en ik mocht al op de radio dingen gaan doen en onmiddellijk daarna op televisie. En de, die, die rode loper lag uit, hè. heel dat feestje van de media. Ja. En dat heeft, ik heb heel lang gedacht: dat gaat niet lang duren. He, dat gaat dan stoppen en dan moet hmm. ik aan mijn leven een keer je beginnen. je kwam van het een in het ander dan? Ja, dat, 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 is, dat is zo. Ja, dat is... Ja. Je hebt gewerkt voor, voor de BRT, BRT-END, ja. nu is dat VRT, hmm. uh, VTM. Uh, je hebt ook gewerkt voor VT4. Ja, dan zegt iedereen, succesvol, je bent binnen, je hebt veel geld verdiend. Ja, nee, daar ben ik nooit mee bezig geweest, laten we dat eerlijk zijn. Ik heb wel een beetje geld verdiend, ik heb, nooit, ja. allez, ik heb geen honger gehad, om het duidelijk te zijn. Maar ik ben nooit bezig geweest, want nu moet ik veel geld verdienen, dat is iets... Ik ben daarvoor te veel een oude hippie. Mm -hmm. En uh, ik heb een beetje schrik van te veel te hebben. Want ik dat eens uit. Een ja, oude hippie. Het is, het is alles wat je hebt, heeft u ook. Eh, want je hebt dan een huis, maar dat huis heeft u ook. Hè? Je moet daarmee bezig zijn. Je moet dan ja. ophuizen. Dus alles wat je hebt, heeft u ook. En daarom denk ik dat je niet te veel moet hebben. Ik heb, ik heb last met bezit bijvoorbeeld. Echt leef, je dan, leef je het dan op? Ik stel gewoon die vragen natuurlijk. Opleven, je het niet ja, ja. Te veel hebben. Leef je het op? Ja, geniet al, je? Alle dagen feest, ja. Alle dagen ja, feest? Ja, Vandaag ja, ook nog? Ja, absoluut. Ja. Ja. Want je bent, ben je nu met, officieel ben je nu met pensioen? Ja, officieel ben ik met echt? pensioen. Heb je ja. een pensioen? Ja, ja, ja. En kan ja. je daarvan leven? Nee. <laughs> <laughs> absoluut Dus je hebt dan toch wel een appeltje voor de dorst, dat je zegt van kijk, ik vul mijn pensioen wat aan, of je doet nog dingen... Je, 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 zelfstandige pensioen. Zegt het niet? Ja, maar je hebt ooit voor de BRT gewerkt. Ja, maar dat was allemaal los, hè. Mm -hmm. wat, is het ergste, wat is het ergste wat je tot nu toe hebt meegemaakt als je zo weer terugkijkt, dat je zegt van kijk, dat, dat was nu eens het ergste. Uh, heb ik erge dingen meegemaakt zit ik mij nu eigenlijk veel af te vragen? Niet zoveel, denk ik. Nee. Mm -hmm. en, en ik zal heel eerlijk zijn, ik denk dat ik ze mij niet herinner omdat ik ervan uitga dat het leven geen cadeaus uh, inhoudt. Mm -hmm. Ik denk dat als je leeft dat je moet rekening houden dat je zal bedrogen worden, dat je zal belogen worden, dat je met je smoel tegen de muur zal mm -hmm. terechtkomen. Die dingen, dat is nu eenmaal zo. Dat, dat is eigen aan het leven, ik ja. dat iedereen dat meemaakt. Dus vind ik het niet interessant. Okay. Ik, ik een... zat mee bezig bij al die dingen die wel geestig waren. Om ja. te leven. Net voor de net break. Ik heb, ik ja. heb uh, ook gelezen dat je nog hoopt op kleinkinderen. Ik ben daar niet tegen, ja. Dat is duidelijk, ja. Waarom is dat als mensen ouder worden, want ik beschouw mij nog niet zo oud, uh, dat je zegt van, ik wil kleinkinderen? Ah, ik denk dat het omdat het een soort normaal iets is. Je hebt kinderen en die hebben dan ook kinderen, en dan heb je kleinkinderen. Ja. Dus logica ik, ik daar straks niet wakker van, hè. laten we het duidelijk zijn. Okay. Maar ik zou het wel graag hebben. Ik, allez, ik, je, je wordt toch wel een beetje aan een sentimentele oude man. En zo met, met mijn kleindochter op zondagochtend naar na de vijver gaan in het park en de eentjes eten ja. geven. Ik zie dat dus volledig zitten. Dat klinkt verschrikkelijk, worden. Worden. Menig, moet het klinkt worden. verschrikkelijk ja. melig, <laughs> klinkt Maar ik ben. zie dat eigenlijk wel volledig zitten. Ja. <laughs> zo dadelijk praten we verder over datgene wat de rode draad in heel het leven van Zaki ook is: muziek. Welkom terug bij MENT Late Night met een legende in de studio. Zaki klinkt altijd zo wat. Als je dat uitspreekt, een legende, dat is zo net waar is de autobiografie? Daar komt het verschil. <laughs> <Ja, straks laughs> ook over je boeken. Ja. Ben je bezig met een autobiografie? Iedereen moet dat op een bepaalde leeftijd blijkbaar doen. Ik ga nooit een autobiografie. Nee. Ja, verleden interesseert ik vind, je niet. Ik vind mezelf dus... helemaal niet interessant genoeg om een boeken. Dat ga ik niet hebben. Ja. Ik ben daar niet mee bezig. Waar je wel mee bezig bent, ja. en dat zien we ook in de boeken met de love songs, uh, mm -hmm. niet alleen daarin, in muziek. Ja. Het is een constante. DJ, radio, uh, televisie, ja. muziek. Ja, nee, Hoe nee, belangrijk ja. is dat voor u? Uh, ik denk dat ik zou kunnen leven zonder muziek. Gaat dat heel eerlijk? Dat, is, dat is, er he? altijd muziek op? Uh, zo goed als altijd. Uh, uh, ik zal het een beetje illustreren. Veel mensen zijn altijd, als jongens, hè, de, de, de twee hmm. DJ's, ja, die hebben dat dan van jullie. En dat, dat, is ja. dat is allemaal niet waar. Dat is, allemaal niet, waar. Ik vond, dat is niet waar. We hebben ze dus nooit. We hebben het daar nooit over gehad. Dus dat is ontstaan zonder dat we maar ze zijn daar, daar ooit, bij ooit, ooit ja, maar dat, in jouw muziek beginnen graven. Ja, denk ik, ik heb je dat gevraagd. Hebben wij daar dan een rol in gespeeld? Allee, pa, tuurlijk dat, dat ja. zal wel zijn. En ze gaven me het voorbeeld. Dan gingen we een keer slapen bij vriendjes. En s ochtends stonden we op hmm. en we dachten Hier is iets mis. Het was hier veel te stil. Hè? Want bij ons is het in, was het inderdaad zo. Het is eigenlijk nog zo. Het is veelal Frieda, mijn vrouw, die een beetje goede muziek opzet. Ja maar stevig, hè, Hoe... Allee, Wat gaat... is stevige muziek. Dat... Wat is jouw ja, lievelingsmuziek? Hè? ja, ja, ja dat is ook de... Guns N' Roses en The Stones ja, en top. dat soort dingen. ja, ja, ja. ja. De oudjes ja. gaan uit hun dak. Ja, ja. Uh, ja. Dat is niet omdat we oud zijn, dat is altijd zo <laughs> geweest, moet ik zeggen. Maar ik kan het wel mij wel inbeelden. Ja. Bijvoorbeeld vroeger, vroeger waren oudere mensen die, die, die speelden de muziek van, van vroeger, maar natuurlijk ja. dat dat waren dan de Crooners of dat waren dan de Glenn Millers ja. van, van, van ja. deze wereld. Ja natuurlijk vandaag als je wat ouder bent de nieuwe generatie ja die spelen rock and roll op hun oudere leeftijd maar de echte rockgroepen of zo hè is gewoon de tijdlijn toch is dat bij jou dan toch ook zo? Er zijn er toch nog hè, rockgroepen? Ja Allee, het is die er al alleen nee. oude brood je de nieuwe stijl bijvoorbeeld de nieuwe muziek die vandaag de dag veel wordt gespeeld ja vind je dat goed? Wel ik ga nog altijd draaien ik ben nog altijd DJ dus en iedereen denkt dan dat ik zo als wat een draai je dan sukel, dan wel, ja. dat ik als een oude sukkel zo <laughs> met zingelingsga's daarafrijven <laughs> en dat is het dus niet ik draai ik denk dat ik... 60, 70 procent nieuw, nieuw materiaal. Ja, ja. Dus je ja. volgt dat nog allemaal op. Hè? Ja, ja, ja. Ik, ik ben daar echt in geïnteresseerd. Ja, MP3-speler ja. in de auto. Ja, ja ook al. Ja. Ja. Je hebt ook um, teksten geschreven voor muziek. Onder andere, wat, nee, wat, wat weinig mensen misschien weten: De Heuveltjes van Erika. Ja, van de, nee, de, nee, maar, de Bart is, van de Bosch, maar, uh, Ik heb dat niet geschreven, maar dat staat overal ja, online. Ik weet, wacht, het, is zo, en, en het is ook waar dat de tekst van mij is. Maar het is zo gebeurd: mijn vriend Walter Echtveld werkte bij de uitgeverij. En we hadden elkaar een tijdje niet gezien. Hm. En we zeiden: Weet je wat we gaan doen? We gaan samen ontbijten. En we zitten bij eh? het ontbijt dat ontbijt, dan. dat is nog bij blok hier, Gent. En uh, we zaten daar. En ik zei: Walter, je het er moe, uit, jongen. wat is oh, er? Ik heb daar zo'n nieuwe artiest, die een Bart van den Bos. En moet ik daar nu direct een hele CD mee maken? Ik, we hebben geen materiaal genoeg. Ja. En zeiden, ik zei: Wacht, ik zal u een keer een tekst gaan sturen. Ik heb daar nog iets liggen. Dat daar al vijf, zes jaar lag. Dus ik zei: ik Zal het u een keer doorfaxen. Het is nu de tijd van in de fax. De, de, de tijd van ja. Ik zal u dat eens doorfaxen. Zo gezegd, zo gedaan. Je, we vinden dat wel leuk, mogen we dat gebruiken. Vulling op de cd. Ja. Dat is dan gebeurd. Bart heeft er dan muziek op geschreven. En de platenvier zei dat is een single. En zo is dat een hitje geworden. Maar dat was... Allez, was dat het enige hit, dat hij eigenlijk dan... Het was ook niet bedoeld als een liedjestekst. Wat? Het was een gedicht eigenlijk dat ik gemaakt had. En, en uh, ik hou nogal van, van woordspelingen en double entendres mm -hmm. en dat soort dingen. En dit is het. Hè. De Hevels van Erika, dat is een botanisch nummer. Het ja. gaat over Heidekruid. En mensen zien daar allerlei rare dingen in. Ik weet niet of dat, dat komt. Maar het staat inderdaad online. Dat is ook zoiets ja. van, van. Het staat op Wikipedia. En dat is dan zogezegd de, de juiste duiding. Of de juiste ja, nee, informatie. Nee, Wikipedia dus, is niet altijd juist. Nee, nee. nee dat... ik, heb, ik heb daar al dingen zien staan over mij die niet juist zijn. En zou je die dan niet willen corrigeren? Nee. Nou, dat is, het is ook goed vanaf en toe een keer te liegen, vind ik. Okay. Ik heb heel dikwijls dat gevoel bij interviews. Nu niet met u, hè? we kennen okay. elkaar. Maar ik heb heel de, want dat vraagt me nogal eens hetzelfde. Ja, en, uh, absoluut. En dan ik, ik ga niet iets anders vertellen. Ik ga er helemaal anders vertellen dat, dat niet waar is. <laughs> maar eigenlijk durf ik dat niet, want dat zo niet schoon zit ja. tikken over. proberen te, te achterhalen echt, wat er uh, vandaag hier. Dat, dat komt dan zo in mij op en Kan ik ga er iets helemaal anders vertellen. Even terug naar de andere, andere onderwerpen, ja. zoals radio maken. Radio, radio gaat nooit dood. Vroeger nee. had men dat voorspeld, dat radio gaat, gaat stoppen. Niets gaat dood. Jij nee, hebt nee. bij, voor de mensen die het uh, nog kennen, de Great 208. Ik heb daarnaar zitten luisteren in mijn Luxemburg. bed als kind. Yes. Radio Luxemburg. Dat yes, was indeed. eigenlijk de eerste grote commerciële radio. Toen was er nog... Voor de jongere mensen, hoe leg ik middengolf uit? Een oud systeem wat kraakte, maar het enige was. <laughs> maar het was wel met een hoofdtelefoon in bed. Maar dat was toch zo? Middengolf ja. was een lange afstand ja, met ja. atmosferische dat storingen. Kwam, dat kwam uit Londen, dat ja. laaide zo'n ja. beetje. Dat, 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 dat was radio. Um, ja. Vind je nog altijd van? Radio-mensen zeggen dikwijls tegen mij: dus het mooiste wat ik heb gedaan is radio. Als je je moet mij niet interviewen, maar ik heb het gevoel soms. radio ja. is een liefde die nooit weggaat. Omdat het zo van je eigen is. Hè? Ja, maar, het is uh, ego de, de Televisie he? komt veel volk bij te passen. Dan moeten we decors maken. Dat niet, hè. radio, is het spel open. Daar heb je muziek bij. En Het is allemaal van u. Het hmm. is, maar radio is uh, nog altijd aanwezig, ook vandaag in het ja. landschap. Wat vind je van het huidige radiolandschap? Dat gaat nooit weggaan. Het is, het is, uh, het is rijker geworden, want er is meer keuze. Maar uh, ik vind ook dat er te veel inschuifjes is bij momenten. Dat hmm. het te veel geprofileerd is, dat men daar een beetje moet buiten kunnen gaan. Uh, soms wordt het een beetje eentonig. Omdat wordt we... jij, word jij nog gevraagd voor radio? bij ja, Radio 1 heb ik zo een paar dingen gedaan. Dat is al serieus, maar is, radio. Maar, maar zou je niet zo eens terug... Nu, nu is daar paniek, dus ja. dit jaar hebben ze niet zou, je, zou je niet zo eens terug radio willen maken zoals vroeger? Zoals bij, bij, bij RTL? Nee, ik zou willen radio maken zoals nu. En wat is nu dan? zoals ik dat nu doe. Op een niet. dance station bijvoorbeeld. Zou je zeggen van. Ah ja, dat zou nog een keer interessant zijn. natuurlijk. En zo, en deze... zo een beetje zitten mixen en. en, en... Ja, ja, dat vind ik wel interessant. Ja. Dus ja. niet afgeschreven, ja. hè? Waardig ouder worden, we lachen er altijd mee. Maar... Ja, maar alleen. doen wat, wat ik deed als ik twintig jaar was. geeft toe dat dat niet echt spannend is. Hè? Ik heb het alles gedaan. Mm -hmm. Dus het is leuker om nieuwe dingen te doen. Daarom ben ik ook beginnen boeken te Dat weet ik allemaal. Om nieuwe dingen te kunnen doen. Om, om creatief te blijven, om dingen ja, te blijven doen. Daar gaat het eigenlijk om. En dat is voor mij veel, veel belangrijker dan werkt het, heeft het succes, verkoopt het. What the fuck? Ja, gewoon, gewoon zijn ding doen. Ja. Zo dadelijk veel meer in deze Ment Late Night. Welkom terug bij MENT Late Night. Je kan het ook volgen op onze website. Alles herbekijken online. Dat doe je op www.mentlatenight.tv. En je kan natuurlijk ook de aankondigingen en de leuke clips bekijken via Facebook, Instagram en abonneer je op Twitter, op mijn Twitter-account, dan weet je ook wie er komt tijdens de week. Vandaag zit hier Zaki. Zaki, bekend, gekend, nog steeds. Word je nog steeds herkend op straat? En dat gebeurt nog wel, ja. In de ja, supermarkt? Ja, ja. Wat ja, zeggen ja. de mensen dan ja. zo bijvoorbeeld tegen je? Ja? Hoe is het <laughs> nu? Nee, in, banaal... in Vlaanderen <laughs> zijn de mensen vriendelijk. De... Zo'n banaal. Maar ja, is zo mee? is het toch. We, we zijn een vriendelijk volk. En, en, en ik vind ook dat de, de mensen het recht hebben om dat te doen. Mm -hmm. uh, ik hoor wel eens van collega's dat ze daar last mee hebben. Maar je moet je voorstellen. Uh, bij VTM heb ik zo, ben ik zo elke dag wel op tv geweest. Ja. Met een spelletje. En dat, dan, bij de mensen thuis staat hier die een tv. En daar staat de sofa. Ja. terwijl ik hier met mijn smoelke bezig was, waren ze daar iets aan toen doen dat, dat heel intiem was, in sommige gevallen. Ja. Die mensen mogen een goede dag zeggen ja. tegen mij. Ik vind dat ze het recht hebben om een goede dag te zeggen ja. tegen mij. Maar dat doet dat iets, iets met een mens? Want, want dat hoor je dikwijls hier in, in dit programma, heb ik al regelmatig gehoord, van ja, ik ben eigenlijk wel BV, ik ben bekend of bekende Nederlander, maar ik vind dat niet leuk. Dan moet je dat niet doen. Dan hè? moet je niet in media stappen. Moet dan je moet je dat niet doen. Hè? Ja. Ja. Heeft het iets met jou gedaan, in die zin herkend worden voor je ego, dat je zegt van, oh, ik kan hier eigenlijk een vinger knippen en, en de, de, beste, de eerste de beste chick... Nee, het was flauw, Jurgen. Maar het, heeft wel, met, het maar... heeft wel iets met mij gedaan. Want als ik jong was, was ik een vrij gesloten jongen. Ik was nogal in mezelf gekeerd. Ik zei nogal weinig hmm. ook. En door het feit dat ik in die media gekomen ben, ben ik een beetje losgekomen, ben ik wat socialer geworden eigenlijk. Dus, ik ben, dus je dan bent dan helemaal niet dan. sociaal. Nu nee, helemaal niet. Nee, echt een gesloten gast. Echt ja, nog steeds? Of, je heb je dat zegt dat het is losgekomen. Eigenlijk maar, heb ik dat nog. Maar, in wat uitzicht dat? Uh, in het, het stille zitten en niks zeggen. En, 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 en vooral luisteren, maar niet zelf deelnemen aan dingen. Maar, dat gebeurt mij nog altijd. Je, je, je draait, dan sta je voor een grote ruimte met heel veel mensen. Ik vermoed dat je voor een zaal toch ook kan speechen met heel veel mensen. Is ja. dat dan anders? Dat is helemaal niet. Dat is, dat is helemaal niet Dan ben je iets aan het doen en het doen is geen probleem. Hè. Het, het, is het, het is de moeilijkheid om, om, om jezelf te blijven zijn, als ik eerlijk moet zijn. Ben je altijd jezelf gebleven? Oh, ja, ik wel, ja, ik denk het wel ja. Ik zal wel wat veranderd zijn, maar ik denk wel dat ik mezelf gebleven ben ja. Ik heb eigenlijk nooit de neiging gehad om, maar daarom, ja dat is nu de laatste tijd we een beetje verwaterd, maar daarom is, is toneelspelen zo vreselijk plezant, omdat je dan in het in het lijf en in de, de psyche van iemand anders moet gaan zitten. Mm -hmm. En dan leer je heel veel over jezelf. Ja. Dat, is heel, allee, dat is heel goed om te doen. In, in mijn zoektocht, um, <laughs> wie waren of wat was eigenlijk Zaki en de Zakfield Follies? Zaki en de Hartjes? Ja, dat is, dat is een... In 1970 uh, of zo? Ja, zoiets, dat is, de vorige uh, eeuw. is nog een ander verhaal. Wat is weer met mijn vriend Walter trouwens. En hij was ook maar aan het zagen, zou je een keer geen, geen, geen plaatje maken, een maken? Zo? Allee, kom aan, He, je bent zo wat bekend. zal wel verkopen, zeker? Dat was dat er in ja. reden. En ik zei toch ja, 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 ik zal wel een keer iets schrijven, is geen probleem. Dat kwam er natuurlijk niet van, tot op een bepaald moment, ik ging Walter afhalen, we gingen samen, hij toe, ik weet niet meer hoe het in elkaar zat. Maar in elk geval, ik zat op zijn bureau, en zei, hoe zit dat daar niet mee? Ik zei, Walter, je ziet toch dat dat er niet gaat van komen, hè? ik heb daar ja. geen tijd voor. Hij zei, weet je wat, als Ernst van Altena een tekst schrijft voor mij, zing ik hem ja, je pakt de telefoon. belt, je belt Ernst van Die zegt. Wat binnen je? twee dagen heb je een tekst. En dan heeft hij uh, dat uh, verhaal geschreven over de schone leien. Ja. Over de vervuiling van de leien. Een van de eerste groene nummers die hier wordt gemaakt. Zelfs toen. Ja, 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 echt waar. En uh, toen waren er de, de, de drie dames van de, de Dream Express. In die periode ja, ja. en, was en, ik ook. en we hadden kinderstemmetjes heen. nodig. En ja. ik wist dat dat nogal een grote familie was. Ik zei: Walter, bel eens. Ik denk dat er daar. Drie kleine zusjes zijn. En die drie kleine zusjes waren dan. Ja, want de ballade van de gevangenen. Oh, daar... Dat is nog iets anders. Ja, maar daar raakt je mee in de top 10. Dat is met Tura, ja. 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 ja, ik ben dus een van de weinige mensen die kan zeggen: ik heb een plaat gemaakt met Tura. Ja, en ja. hoeveel waren er dan van gekocht? Want, want nu, ja, vandaag de dag, hebben we hier mensen, artiesten uitgenodigd, die zeggen: er wordt niks meer van, verko moeilijk verkocht, het zo zeggen. Een ik single en ik cd. Heb, nou, ik heb me nooit met cijfers bezig gehad. Dus mm. Ik weet het echt niet. Mm. Maar wat, wat, wat je toen allemaal aan het doen? Want als ik die opleiding maak, kan ze nog even doorgaan. Wat was je in die periode nu allemaal aan het doen? Het grote probleem is, is, uh, is dat ik altijd schik heb om mij te vervelen. Dus als mensen bij mij komen en zegt, doe ik keer iets dat je nog niet gedaan hebt, hè? zeg ik altijd ja. Ja, kan dat ik het doen. Op alles. Ongeveer toch, ja. ja. stap in de politiek. Ja, ja. ja. dat is niet ja, de Jawel, ja, ja. Ah, kijk, ja. Ja. Ja, daar kunnen we nu eens over praten. Mij mag je niet interviewen, maar, ja, ja, maar ik, ah, wel. Maar in alle eerlijkheid, er zijn wel wat benaderingen geweest, maar uh, ik, ik zou geen mensen laten in een partij te functioneren. Ik denk dat jij on ondertussen ondervonden hebt wat een ellende dat is. Hè, dat, we moeten naar die. We hadden, we hadden afgesproken dat hier zo normaal een grote rode knop ging staan als ik over politiek begon. Uh, ja, maar nee, nee, alleen we zijn over, we zijn over ja, het leven bezig. Partijpolitiek uh, is iets, iets, is, iets is moeilijk. Een, een, een triestige zaak. Hè? Mm -hmm. Doe ik aan politiek? Ik denk het wel. Ik maak af en toe van mijn oren en ik, en ik sla op tafel en ik zeg dat, dat gaat hier zo niet. Mm -hmm. Dus ik doe dat wel. En, en, en ik zaag wel tegen politici. Ze Kom ik heb bij mij, ik zal jullie iets zeggen. Hoe maar, niet, dan? Maar, maar niet binnen een partij. Ik zou hoe reageren dan... die dan tegen jou? Want natuurlijk, een, een, iemand die bekend is of die een scherpe pen heeft, <laughs> ja. die kan natuurlijk wel serieus kittelen, die kan het uh, bepaalde politici moeilijk maken. Ja. Dat hebben ze toch niet graag? Ofwel? Ja, ze, ze hebben het meestal niet graag, nee. En dat nee? is waar. Ja. Ik Moet eigenlijk dan, bellen zijn, ze jou ja. dan om, om te zeggen van, ja, Zakkie, het is mm, Ze bellen mij niet, omdat ze weten dat ik zou zeggen dat ze gebeld hebben. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Benieuwd wie dat zakje allemaal wil bellen na deze uitzending. Ja. Blijven kijken. Welkom terug bij Ment Late Night. Heb je een opmerking? We hebben natuurlijk ook de interactieve module op de website mentlatenight.tv. Surf als de weerga daar naartoe. Um, jouw zone, even terug op jouw zone, ja. um, die de muziek contact hebben, dan via via. Hoe bekijk je dat nu? Uh, jij was wereldberoemd in Vlaanderen bijvoorbeeld. Het is een andere ik, generatie. Zij uh, zijn wereldberoemd. In de wereld. Toe ja. in de wereld. Ja. Denk je dan van, goh, had ik toen ook. had ik nu geleefd? Toch iets. Ik moet, moet, daar, moet daar een dubbel antwoord op geven. Uh, ben ik fier op mijn jongens? Ja, natuurlijk wel. Ja. Maar ben ik fier op hun succes? Niet zozeer. Ik zal er heel eerlijk in zijn. Ik bedoel, succes is maar succes. Ik zie gasten die succes hebben waar ik geen respect voor heb. Mm -hmm. uh, waar, ik, waar ik heel fier op ben, is hun, hun drang om naar kwaliteit. Altijd het zoeken naar kwaliteit. Ja. Dus, uh, uh, proberen zo goed mogelijk te doen. Daar ben ik echt fier op. Ja. Ja. Drang naar kwaliteit. Als we dan natuurlijk het bruggetje maken wat je tegenwoordig ziet op televisie, wat je hoort op radio, kan jij je dan ergen aan iets wat niet kwalitatief of niet kwa professioneel gemaakt is, zelf als tv-maker jarenlang. Ik heb, ik heb geleerd om, om als die schoon is niet te kijken. Ja. Ik, ja, het is simpel. Ik bedoel, en er zijn een paar dingen die ik wel heel goed vind. Uh, Zoals. Uh, Game of Thrones bijvoorbeeld ja. vond ik fantastisch goed gemaakt. Uh. Er zijn ook hier wel dingen die heel goed zijn. Hè? Ben jij iemand uh, die. die je je komt... zal, je, je, ik zal het een keer luid op zeggen, ik vind blokken heel goed gedaan. Dat klopt. Ik vind een zeer goed programma. Ja. Om heb dat je ooit zo begrepen? lang te doen. Heb je ooit begrepen waarom, waarom uh, jouw programma's, die toch ook populair waren op VTM toen, waarom ja. dat gestopt is? Wel, er was dat toen even paniek, hè? want er kwam in concurrentie komen. En uh, uh, al wat men probeerde, lukte niet zo goed. En toen heeft men dat afgeschaft. En allee, hoeveel begrip ik ook heb. Uh -huh. een beslissing die je neemt het was paniek, laat ons duidelijk zijn en, maar achteraf is gebleken dat het een slechte beslissing is ja. geweest hè. Ik bedoel, de excess prime hè, zo wat voor, ja. uh, voor het nieuws zit zijn ze eigenlijk kwijtgespeeld aan de, aan de VRT, daardoor ja. door dat soort dingen daar niet meer te doen dus dat is geen goede beslissing hè. zijn er bijvoorbeeld bepaalde producties of programma's die je vandaag de dag zou willen maken als je nu vandaag carte blanche krijgt uh, en of, of je wordt adviseur hier bijvoorbeeld bij MENT en zeg oké, okay, carte blanche ja. is er dan iets dat jij zegt, van dat wil ik nu nog maken? Wel, dat kwaliteitsdrama, dat vind ik wel heel, ja? heel, heel interessant. Het is wel ja. duur, hè? Ja. Drama. Ja, maar, maar... Dure tv. Ik weet niet of dat zo duur is, eigenlijk. Ik ben dat niet zo zeker. Ik denk, als je het niet doet, dat je geen toekomst hebt als algemene zender. Mm. Het is zo simpel. Ja. Als je het niet doet, ben je ten dode opgeschreven. En dan moet je toch eens kijken van... Op lange termijn is dat niet zo'n grote investering. Ja. Dat, is, dat is een keer veel geld uithalen in het begin. Maar dat is heel dikwijls een zeer goede investering... Want dan zie je dat, dat mensen u barteren, uh, bij ja. uw zender blijven, dat soort dingen doen. En, en dat, dat heeft een waarde, dat heeft een zeer grote waarde. In het huidige medialandschap, waarbij de VRT de grote discussie nu is besparen, over ja. het geld, ja. een openbare omroep. Ja. De voorstanders zeggen openbare omroepen zijn nodig en anderen zeggen nee, de commerciële moeten alle mogelijkheden krijgen. Hoe zie jij dat? Want dat is toch jouw specialiteit ook ja, als media? Ja, absoluut, ja, ja, ja. Je bent Ik, nog altijd bezig met media, zij het ja. achter de schermen, maar je bent. Ja. Consultant adviseur ook. Hè? Precies, precies. Maar uh, wat, wat je moet doen is: je moet tussen uh, de openbare omroep en de rest moet je in evenwicht krijgen. Waar mm -hmm. um, het vroeger was van: er bestaat openbare omroep en er is ontstaat dan commerciële televisie en radio en wat weet ik allemaal. Op dit moment moet je kijken van... Wat bestaat er in, de, in het commerciële circuit? Ja. En eigenlijk zou de openbare omroep daar aanvullend moeten op zijn. Is men dat niet aan het doen? Nu? Ik denk dat men daar een beetje mee bezig is. Op maar dit nu ogenblik roepen al. ze ja. alarm bij de openbare ja. omroep, want we ja. hebben te weinig budget. Kijk, het, het is een beetje misgegaan in ons land, omdat men in het decreet, alleen de overeenkomst met de VRT, ja. van, uh, je moet toch dingen doen die een beetje populair zijn. Dat er, ja. dat er tenminste mensen, mensen kijken en luisteren. En ik weet waar dat vandaan komt. Ik herinner me. Heel, heel lang geleden, mijn periode op de VRT, en daar waren mensen die maakten een half uur programma per jaar. Ja. En daar keek bijna niemand naar. Ja. En men wou dat tegengaan. En men zei, dat moet je mee stoppen. Je moet toch een beetje mensen volop bekijken. Maar... maar niet meer van vroeger? Bijvoorbeeld, ja, ik zal geen namen Ik moet... zal dan wel de namen ja, noemen, maar ik heb hier een okay. lijstje liggen. Ik ben toch een beetje een betere <laughs> hond. Uh, maar er waren toch programma's toch <laughs> vroeg, effectief, waar ja, ja, dus geen hond naar geen Die veel geld nog ja. bij en, en dus, allee, je moet daar voorzichtig mee zijn, maar je moet aan de andere kant niet overdrijven. Plots uh, is de weer, zijn de kijkcijfers zo ontzettend belangrijk. En je moet, ja, je moet het midden vinden tussen die twee, vind ik. Hoe kijk jij televisie vandaag de dag? Zit jij je nog op de sofa, het scherm? Soms wel. Soms? Je zegt het ook al soms. Soms wel, soms niet. Ik neem veel op, hè. Ja. 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 Met een van die uitgestelde kijkers. Uh, ik ben een vooral uitgestelde kijker. Maar niet nieuws en dat soort dingen. Mocht weer... je dat nog altijd op de Ja, 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 tuurlijk wel. Ja, ja. Zo niet te veel negatief nieuws. Oh, het is maar hoe je dat Je bekeken. zei, je zei ik, ik haal het even aan, je zei daarnet tegen mij: we leven in een bankmaatschappij. Ja, in, uh, schrik. ik vind alles is schrik. Ja. Je ziet dat ook in, in de berichtgeving: alles gaat over schrik. Het nieuws zit vol met dingen waar we schrik moeten van hebben. Wat er allemaal zal mis kunnen okay, gaan. Maar commercieel, men heeft ooit de goed is uitgebracht als test. Ik geloof dat het Concentra was of iets. Ah, nee, 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 ze hebben misschien ja. nog wel gelijk, hè. dat weet ik en, niet. En, en het verkocht voor geen meter. Willen de mensen niet eerder conflicten? En schrik en ja. angst. Ja, ja, ja tuurlijk. Als tv-maker moet je het ook aanvoelen. Men zei altijd: baby's werken, conflicten werken, al die situaties. Er is, er is een soort uh, psychologie die maakt dat we. Als, als het met alle anderen slecht gaat, gaat het goed met ons. Mm -hmm hebben we het gevoel van, het gaat nog zo slecht niet meer onze Kijk, die mensen, die vluchtelingen bijvoorbeeld, hè. dat is heel erg, maar het stelt ons ook een beetje gerust dat wij dat niet moeten doen. Natuurlijk ja. dus, is een negatieve berichtgeving belangrijk, ik begrijp dat allemaal wel, maar het is natuurlijk, het is voortdurend zeggen waar we allemaal schrik moeten Want, Als je dan niet hoort van die vluchtelingen, dan gaan we er al wat tegenkomen. Ja, ja. Hè. We gaan er al wat meemaken. Okay. Dus het is niet veel volk, hè. Het is niet veel volk, hè. Maar, maar je voelt Op heel Europa is dat niet veel volk, hè. Maar de polarisering gebeurt wel. Voilà. Precies, oké. Okay. Wij polariseren niet, want dan ligt u heel de nacht wakker. Blijven kijken, tot zo duidelijk. Welkom terug bij Ment Late Night. Men zegt van Antwerpenaren dat dat dikke nekken zijn, chauvinistisch enzovoort. Maar in deze studio zit een Gentenaar, een rasechte Gentenaar. En als ik iets mag zeggen als Antwerpenaar, vind ik dat Gentenaren dat ook hebben. Jij bent een fiere Gentenaar, hè? Ja, moet dat een beetje... Ben je Gentenaar ja, of een wereldburger? Wel de, de twee, hè. Ja. Maar ik denk dat ik in eerste plaats wereldburger ben. Ik heb toch altijd een beetje last met chauvinisme. Ja. Chauvinisme is niet echt slim, hè. Allee, we dat eerlijk zijn. Maar was ik in Rome gebeurd, dan was ik waarschijnlijk een hele... Uh, vier Romeinen geweest. <laughs> Laat ons eerlijk zijn, dat ja. is gewoon zo. Ja. Maar Gent is iets wat je... Maar het is een leuk stadje, Gent hebt Gent, ja, Gentse feesten. Zijn, ja. Wat, wat ja. vind je daarvan? Dan ben je dan echt een hele week knock-out bij die ja, Gentse Als er te veel toeristen zijn, is dat heel gezellig. Te veel toeristen. Ja. Dan zou je eigenlijk misschien een hekje rondzetten. Ja, ja. Allee, in onze stad moeten we een beetje opletten met schaalvergroting. We hebben eigenlijk te veel toeristen, denk ik. Uh -huh. We hebben ook te veel studenten, denk ik. Ja. De, de, de universiteit is te groot aan het worden. Ja. is aan het overnemen in de stad. En dat is volgens mij geen goede zaak. Ja. Je moet die balansen in, in de gaten houden. Okay. Hoe sta je ten opzichte van vriendschap? Ik had dat misschien een rare vraag vinden, maar dat is niet zo evident. Heb jij nog heel veel goede vrienden. Is dat, dat uberbelangrijk? Of zeg je ja, vriendschappen komen gaan? Ja, vriendschappen komen en gaan. Vreemd genoeg. Je hebt vrienden van vroeger die je niet meer ziet. En o, om allerlei redenen ben je uit elkaar, speelt soms ook wel. Mm -hmm. uh, maar, maar vriendschap is zeer belangrijk. Ja. 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 Vriendschap, liefde, het hoort ja. allemaal samen, ja. en het hoort ook bij een dichter. Want eigenlijk ben je dat. Uh, uh, als ik, als ik dit allemaal lees, dan, dan ik vind ik het leuk om te lezen dat je nog altijd verliefd bent op, op, op Frida. Ja. Uh, de eerste keer dat je haar zag. Uh, en dan vraag ik mij af, we hebben dan hier ook de Love Songs, ja. uh, je boek. Hè? Ja. Ja. Uh, wat heb jij toch met de liefde? Ik zal eens iets zeggen, als er iets belangrijk is in het leven, is de liefde volgens mij. Al de rest valt in het water als, je, als, je, als, als de liefde bestaat. Ja, nou, we, hebben Bo, een... we hebben hier Bo Koolzaad gehad. Die zei van als je verliefd bent, doe niks zakelijk, beslis niks. Dan doe je altijd fout. Jij zegt een beetje het tegenovergestelde. Ja, ik zeg... is het mooiste ja. wat er is. En ja. meegaan dan maar. Laat je ja, ja. gaan. En maak maar een paar foutjes. Dat maakt maak geen kwaad. Als het maar intens is, als het maar goed beleefd wordt, allemaal, dat vind ik veel belangrijker dan, dan dat alles zo mooi, proper en, en ja. verstandig gedaan wordt. Ik ben niet veel verstandig geweest in mijn leven. Ik heb veel dingen gedaan waarvan ik dacht: oeh, shit, Maar geen probleem, vind ik dat. Want toen je, toen je dit boek uh, voorstelde, The Love Songs, uh, ja? the love songs ja. uh, dan vroeg ik mij af: uh, ik bekeek het een beetje van op afstand. Ik zeg: hoe in godsnaam begin je daaraan? Eén, hoe kom je erop? Ja. Twee, daar kruip toch een hoop research in? Ja, natuurlijk wel. Dat ja. Ja, moet, nou, ik moet doe je, je niet nemen, ja. ja. <laughs> ja, ja. Maar, dus, maar, maar de verhalen die je vindt zijn ook zo fascinerend. zijn ook zo schoon. En, allee, dat vind ik zo. Belangrijk. Waarom schrijft iemand een liefdesliedje voor iemand? En welk liefdesliedje is dat dan? En hoe komt het? Mm -hmm. uh, allee, er is toch het, het, het hele mooie verhaal van Patty Boyd. Ze staat op de cover trouwens met George. Ik wil het even laten zien voor de mensen. <laughs> Want anders zeggen ze dat ik niet interactief genoeg ben. Maar uh, ja, 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 wat, ja, wat stond er op het boek. Ja, 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 ja. <laughs> maar, maar het, het, het verhaal: hij, uh, 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 ze gaan dus. Uh, uh, zijn niet met George, maar met. Uh, allez, help me, uh, tweede Wedeman. Uh, dat is ook van voor mijn tijd, hè? Dus ja, dat is van voor mijn tijd ook uh, op de sorry. proef. <laughs> het, het, het feit dat ze, dat ze van de ene man naar de andere gegaan is, dat hij een nummer heeft moeten maken, Eric Clapton. Ja. Uh, en het Lela heeft moeten noemen, omdat hij het niet kon niet Patti zingen, want dan wist zijn beste maat dat hij aan het foevelen was met zijn vrouw. <laughs> dat is toch een schoon verhaal. Dat is eigenlijk een heel mooi verhaal. Dat, dat is een heel zo staat verhalen. het vol met anekdotes het natuurlijk. Het staat vol met dat soort anekdotes. Maar het zijn niet zomaar anekdotes. Het, het, het fascineert de mensen toch, denk ik, van... Hoe schrijf je een, een nummer voor iemand die je graag ziet? En ik denk dat het inspeelt... Op het soort verlangen dat we allemaal hebben. Heb je ooit een nummer gezien? Ik, 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 nee, ja, ik denk dat dat iets is wat we eigenlijk allemaal hadden willen doen. Want je kunt daar wel samen met wat bloemen en een beetje chocolaatjes, of wat is het allemaal. Allee, maar ik kan ik nog kan mij altijd. niet gelaten. Maar stel u voor dat je naar uw lief kunt gaan zeggen. Zet u even ik ga een liedje zingen dat ik voor u geschreven heb. Dat is toch altijd een en het ander. Ja. Maar mee, de meeste van ons kunnen het niet. Jij ja, kan dat ook niet. Hm. Maar dat, zou natuurlijk, dat is wel toch een ideaal. En dat staat vol met dat soort, dat ja. die, die dat ideaal Want, gedaan hebben. Ja, het is altijd te kort als je met iemand praat, dus ik moet al bijna beginnen afronden. Maar oh, je hebt nog boeken geschreven, ja. en ik, vond, ik ga het toch ah. even citeren uit dit boek. Ja. Hè. Um, ik vind het is echt zakkie, denk ik dan. Verwacht geen lullige raadgevingen, maar levenservaringen en inzichten van mezelf en gelijkgezinde dynamische ouderen. Want puntje, puntje, wij leven langer en gelukkiger. Dit vat het zo wat samen. Verwacht geen raadgevingen, geen lullige... Nee. Waar dit boek eigenlijk over gaat is, is een, een, een lichte frustratie. Geen grote frustratie. Een lichte frustratie over het beeld dat men ophangt van ouderen. Dat compleet niet meer klopt. Mm -hmm. Ik zal één voorbeeld ja. geven. Hè? Men denkt aan oude mensen als zieke mensen. Als oud wordt wordt je ziek. Hè? Dat denken ja. veel mensen. Hè? Dat is dus niet waar. Als je de cijfers bekijkt, zijn we veel gezonder dan de jonge mensen. En veel gezonder dan de mensen van middelbare leeftijd. En toch zal men altijd doen alsof wij stukkelaars zijn. Alsof we aan... En dat is dus helemaal niet waar. Ja. En ik ben heel blij, want ik heb een paar keer zitten signeren in, uh, in de boekenwinkels. En daar kwamen mensen, ik ga dat kopen, want mijn zus is bang om oud ja, te worden. Okay. En ik, denk, je moet niet bang zijn om oud te worden. Er is niet zo mooi... Als scholen nou een dag hebben zoals de mensen dat zeggen, ja. dat is perfect. Hè? En laten we eerlijk zijn, als je dit boek had geschreven als een politiek manifest of een politicus, zou het veel minder gelezen worden. Want dan heb je natuurlijk ah, een heel ander verhaal. Het is vader. ook een heel raar boekje. Ik weet dat ze toen bij het gevrij een beetje met hun handen in het haar zaten. Want er staan dus veel feiten in, ja. maar het leven bestaat niet alleen uit feiten. Dus het bestaat ook uit, ja. uit een goed verhaal en bestaat ook uit een beetje poëzie. En dat zit dus allemaal samen in dit boek. Is het nu fictie of non-fictie? <laughs> dat dus mogen ze een, zelf... Ik, 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 het is geen probleem, leg het in detailage. De okay. <laughs> ik heb zo een, een, de, de laatste vraag meestal. Uh, ja. Het is een klassieker, maar ik vind dat die erbij hoort. Is er één iets waarbij je zegt van dit wil ik nog realiseren in mijn leven? Of heb je alles gedaan? Kan ook, hè? Ik, ik ben al jaren aan het, aan het schrijven en aan het doen en aan het proberen. En ik hoop eindelijk binnen dit en een jaar, laten we zeggen, het zal toch zoiets zijn: een monoloog te kunnen maken op theater. Ik mm -hmm. ben dan aan het schrijven en ik hoop dat dat nu binnen een paar maanden zal klaar zijn. Okay. En dat dat in productie kan gaan. Dat is echt iets wat ik nog graag eens zou doen. Okay. En als dat gebeurt, gaan we natuurlijk Saki terug uitnodigen als deze show zo lang op antenne blijft, want dat is in de media altijd wel het grote vraagteken. Maar u kan het allemaal nog eens uh, nakijken op onze website. Alle afleveringen herbekijken van de studiogasten mentlatenight.tv. Bedankt voor je komst naar de studio. Het was goed om je nog eens te zien hier. Het was dat te lang, lang geleden. geleden, te lang geleden ja. Nu gaan wij drinken en u mag gaan slapen. Tot de volgende keer.